Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. In een groot deel van het land overheerst de bewolking. Dat kunnen we ook zien als we naar de satellietfoto van 5:08 vanochtend kijken. En omdat de stroming westelijk is, komen ook de wolken boven het zuiden van Engeland onze kant op. En dat blijft niet alleen bij wolken. We zien op de neerslagradar ook dat er regen bij hoort. Afgelopen nacht is een regengebied met name over het noorden van het land getrokken. Dat trekt inmiddels weg. Maar naar het westen zien we ook alweer neerslag boven de Noordzee zitten. Dat gaat over het land trekken. De neerslag gaat wel wat verbrokkelen. Dat betekent dat er plaatsen zijn waar het grotendeels droog blijft. Op andere plekken valt soms weer wat regen of motregen in de loop van de dag. De zon gaan we niet of nauwelijks zien... De middagtemperatuur ligt rond de 11 of 12 graden. En wat verder opvalt is een stevige wind uit westelijke richtingen. Die wordt matig of vrij krachtig boven land en aan zee. veel ook krachtig en misschien zelfs even hard. Met kracht 4 tot 7. Ook komende avond en nacht blijft het bewolkt en aan de regenachtige kant. En ook morgen zien we eigenlijk weinig tot geen zon. En opnieuw zijn er perioden met regen. De meeste neerslag verwachten we in het westen, midden en noorden van het land. Maar ook in het zuidoosten blijft het zeker niet droog in de loop van de dag kunnen oplopen tot misschien wel 10 mm op sommige plekken. Verder wordt het zo'n 11 of 12 graden en nog steeds waait er een behoorlijk stevige wind uit een zuidwestelijke richting. Namorgen gaat het weerbeeld wat duidelijk verbeteren. In de loop van dinsdag komt de zon er steeds vaker bij. Er vallen nog wel een paar buien in het binnenland... Het wordt iets frisser, 8 of 9 graden als maximumtemperatuur en nog steeds een redelijk stevige wind uit westelijke richtingen. Woensdag draait de wind naar het zuiden, dan komt er weer wat zachtere lucht het land binnen, wordt het 11 of 12 graden. In het binnenland misschien een enkel buikje met droge weer overheerst en er is geregeld zon. Op donderdag draait de wind verder door naar het oosten tot noordoosten, wordt wat drogere lucht aangevoerd, de zon schijnt nog wat vaker, maar nog steeds een enkel buikje is niet uitgesloten in het binnenland of in het zuidwesten van het land. Middagtemperatuur tussen de 11 en 13 graden. En als we dan tot slot nog even naar de 15 dagen kijken, dan zien we in het begin dat dag en nacht redelijk dezelfde temperatuur hebben. Dat komt door al die wolken en regen die nog over het land trekken. Maar vanaf woensdag zien we dat er een zaagtand ontstaat. In de nachten wordt het behoorlijk fris met temperaturen net iets boven het vriespunt. Aan de grond kan het zomaar eens een graadje gaan vriezen. Maar overdag komt de temperatuur ruim boven de 10 graden uit. Eindelijk dus een klein beetje lenteweer. Ik ben Ben Lankamp. Van Weerplaza.nl